Was dat een sound effect? Wat was dat? In ieder geval, deze documentaire Holland gaat voor goud vanaf 21 januari om 11 uur te zien op SBS 6. Amerika's grootste drogisterij-imperium gaat voor puur natuur. Het bedrijf doet geretoucheerde modellen in de ban. Adverteren gebeurt vanaf 2020 alleen nog maar met echte foto's. I'm so fucking sick and tired of the Photoshop. You know Kendrick Lamar's song Humble when he says, I'm so, so sick and tired of the Photoshop. Remember that line right there? Well, it looks like CVS is too. Weg met al die gefotoshopte cosmetica plaatjes. Vanaf 2020 maakt de grootste drogisterijketen van Amerika schoon schip. Pukkeltjes en kraaienpoten zijn weer van harte welkom. What we're committing to is that any of the imagery you see in our stores will be real. So that women as they're looking at photographs will know what's real and not feel that they have to live up to some unrealistic standard. Het bedrijf maakt zich behoorlijk zorgen over de jonge dames die dagelijks hun winkels binnenwandelen. En de cijfers liegen er niet om. 80% of women feel worse about themselves after looking at beauty ads. And 42% of girls in grades 1 through 3 want to be thinner. Maar als je ze zelf confronteert met hun perfecte, of nou ja, bewerkte plaatje, lijken die jonge shopaholics helemaal niet zo onder de indruk te zijn. Oh my god. You look at these ads in magazines, you see these women who look absolutely flawless, and you're like, ah, oh, I wish I could look like that, but who really looks like this? I'm like questioning why I ever wanted to look like that. If you look at girls ages 13 to 24, they're on YouTube, and the reason they're going to YouTube is they're saying, I see imagery there that's realistic. And I think if they can go to a store or a website that also reflects authenticity, they'll feel better about us, they'll trust us, and they'll do more business with us. Dat is een statement, hè? Ja. Nou, dat zat er eigenlijk wel aan te komen. Want het wordt natuurlijk steeds duidelijker, en ook voor de consument zelf, dat je jezelf heel makkelijk kunt retoucheren. Dus de hele illusie is een beetje aan het weggaan. Ik bedoel, één ding is zeker, we moeten niet te hypocriet zijn. Het bestaat al zo ongelooflijk lang. De allereerste foto's werden al bijgewerkt met een grijs potlood en om het mooier te maken. En in de jaren 80 en de jaren 90, de opkomst van de supermodellen, toen was het de normaalste zaak van de wereld om de benen te verlengen, enzovoort. Maar er is nu een moment aan het ontstaan, met al die selfies en alle apps die op je telefoon zitten, waarbij je jezelf dus compleet door de wasstraat kunt trekken, dat je ziet wat het daadwerkelijk doet. En wat deze mevrouw heel goed zegt, kijk, dit wordt het voorbeeld voor kinderen. En als je nu kijkt naar de jeugd en ze zien de voorbeelden van eigenlijk niet realistische beelden, ja, dan zijn we denk ik op een verkeerde manier bezig. Dus wat deze winkelketen doet, dat is een enorme keten in Amerika, is dat die maken een statement in 2020, moet het zien hoor, 2020, of ze daadwerkelijk ook dat kunnen doen. Want uiteindelijk zijn ze afhankelijk van het beeldmateriaal wat aangeleverd wordt door die grote cosmetica merken. Toch durf ik te wedden dat die vrouw die we net zagen, dat die voor dat tv optreden in de schmink is. Nee, maar ja. Ik geloof dat we een verschil moeten maken tussen retouche, beeldbewerking en schmink. We gaan allemaal uiteindelijk wat mooier maken. Precies, dat is een laagje vernis en dat haal je eraf. Waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, en ik heb het ook niet over beeldbewerking, dat is gewoon een foto mooier maken door bijvoorbeeld een lichtcorrectie erop aan te brengen. Het gaat er natuurlijk om hoe verander je jezelf. Zo'n taille opeens helemaal in. Nou, bijvoorbeeld, weet je, ja. Bedoel, ik heb twee fotootjes, even van mezelf net aankwam, helemaal geen make-up op, eventjes snel genomen. En ik heb de rechterkant mezelf even door zo'n app getrokken, waarbij je gelijk glad gemaakt wordt, geen rimpels meer hebt, geen wallen meer onder je ogen. Ja, dat is wat je eigenlijk tegenwoordig al heel snel doet. Je maakt een selfietje, je trekt hem even door zo'n app en dat is het resultaat. Dus maar dat wordt een beetje onze waarheid. Ja, maar oké, maar nou, ik zie toch een beetje anders. Kijk, wat ik zo ellendig vond van de jaren 90, is dat je keek naar zo'n poster, Rosanna, dat zou je misschien ook hebben meegemaakt. Je kijkt naar een poster en denkt, jeez, wat is die mager, dat wil ik ook zijn. Ja. En die post was helemaal geretoucheerd. Maar nu je het allemaal zelf kunt doen, denk je, hij zei het ook. Dus dit is een soort, weet je, dat klopt, maar je spiegelt je nog steeds aan de modellen. Je spiegelt je nog steeds aan de stijliconen en de foto's die je daarvan ziet. En als die op een onrealistische manier bewerkt zijn en echt inderdaad benen langer gemaakt, noem maar op. Een heel leuk filmpje wat je ziet, weet je. Bedoel, je ziet wat hier gebeurt. En nogmaals, op een hele subtiele manier kun je dat veranderen. Maar dit is een complete verandering van een lichaam, een compleet lijf, door de wasstraat trekken. Ja, maar ik zou zeggen, pak en dat wordt mensen het terug door het zelf ook te doen met je eigen app, weet je wel. Maar dan nog twee weken. Nogmaals, ook ik wil niet hypocriet zijn. Ik hou van dit vak. Ik vind make-up heel erg leuk. Daar kun je ook heel veel mee doen. Maar het is ook een tegenbeweging van de heftige make-up. Want om op een selfie er goed uit te zien, moet je je heel zwaar opmaken. Want anders ziet het er niet uit. Met als gevolg dat je het echte leven er niet fris en goed uitziet. En dit is eigenlijk volgens mij, denk ik, het begin van een soort tegenbeweging. Maar dan moeten we ook stoppen met emancipatie. Stoppen met de push-up BH ook. Oh.
al? Dat is waar staat je goed. Kom op. Dankjewel, Lego. Topmodel Roos Bertram die blijkt net Kim Kardashian te hebben afgesproken op de avond dat de realityster in haar appartement in Parijs overvallen werd. Op de beruchte avond was de vriendin van Gregory van der Wiel aan het stappen met de zussen Courtney, Kendall en de andere vriendinnen. Ik ben er ook nooit voor uitgekomen of ik heb er ook nooit echt over gesproken. Ik was met haar zussen op stap en toen kregen ze een belletje dat zij beroofd werd en toen zijn we allemaal met spoed naar haar toegereden. En natuurlijk was de politie al aangekomen en zo. Er zijn sowieso mensen bij die dan denken dat het een stunt is. Maar bij deze, voor de mensen die dan steeds dachten, het is dus geen stunt, het is dus echt wel gebeurd. Een paar weken geleden liet Rico Verhoeven weten in de race te zijn.